Dit is het allerbeste van het begin van de dag. Wacht. Dit is het allerbeste begin van de dag. ASMR. Marietje's happy place, hè? Kijk nou hoe je ernaar kijkt. Ja. Goedemorgen mensen. Vandaag is het zaterdag. En ik heb school dan, altijd. Vandaag heb ik acteerles, morgen heb ik filmgeschiedenis en stemles. Ja, acteerles via Zoom of Teams of whatever, online acteerles. Is natuurlijk niet zo'n groot succes. Kun je je vast voorstellen, lastig acteren gewoon via scherm. Dus daarom is dit ook de laatste acteerles voor nu, tot de lockdown over is. Via Zoom dus. We moesten wat dingen voorbereiden. En dat ging vooral over echt even graven in wie je zelf bent. Omdat het goed is om te weten wat voor trekjes je hebt. Hoe je overkomt bij mensen. Wat voor stopwoordjes en zo. Omdat je, als je een ander karakter bent, dat ook weer moet kunnen uitschakelen. En trekjes en stopwoordjes en dingetjes van je karakter, zeg maar, overnemen. Dus misschien als ik iemand speel die helemaal niet zoveel met haar handen praat, dan moet ik me wel bewust zijn van het feit dat ik dat zelf doe. Dus daar gaat deze les volgens mij over. Ik vind het super interessant, want ik merk, ik heb wel een eigen manier van praten en doen. En het gaat ook heel erg gewoon over wat je hebt meegemaakt en wat je heeft gevormd. En het is eigenlijk best wel een soort therapie. Deze opleiding. Goed, ik ga even wat eten. En ik ga voor makkelijk deze Plenty Bar. Waarom? Want dan weet ik zeker dat ik in ieder geval wat voedingsstoffen binnenkrijg. Hij is vegan en het is gewoon helemaal makkelijk. Het is gewoon een goede basis voor als ik daarna aan school moet gaan zitten. En ik ben helemaal fancy met gekruld haar. Wie had dat gedacht in lockdown tijd? Natuurlijk wel gewoon joggingsbroek aan, want ja, yeah. What else? Kijk, het sneeuwt, dus climate change is helemaal niet real en zo. Boters first, no! Toe dan. Oh, toch niet. Ik ben een wrappie aan het maken als lunch met die haverspread van Oatly. Gebraden gehakt vegan spinazie. En het overgebleven ei uit de dat kan toch niet vegan video. Oké, okay, wauw, dit is lekker. Oh, oeps. Oh, Linda ruipt het wel op. Nee, Linda. Hallo, Ronald Giphart reageert gewoon net op mijn foto. En ik ben al vanaf mijn 15e mega Giphart fan. Ik heb al zijn boeken. Ik heb al zijn boeken en ik heb al zijn boeken gelezen. En nu reageert hij gewoon op mijn foto. Op mijn foto. Wat? Hij reageert op mijn foto. Oh, les begint weer. Les is voorbij. Was onwijs interessant en leuk weer. Binnen wat de mogelijkheden zijn van online les en acteren. Maar ja, de volgende les gaat weer fysiek zijn. Dus dat is pas over een tijdje. Gaan wel door ondertussen met stemles. Gewoon op de zondagen. En geschiedenisles. Want dat kan allebei redelijk makkelijk online. Maar ja, acteerles natuurlijk niet. Goed, ik ga eten koken. Want ik sterf van de honger. Ik gooi gewoon wat dingen bij elkaar. Die ik denk dat voedzaam zijn. En ik wil het niet te moeilijk maken. Dus wat ik doe is spinazie. Tempeh ga ik marineren. En dat ga ik anders doen dan normaal. Dus spannend. Kijk je mee? Ik ga walnoten erdoor doen. Linzen. En oesterzwammen. En gewoon een soort roerbak gerecht. Wok gerecht. Ga je mond. Oké. Okay, tempeh snij ik in blokjes. Ik doe eerst deze plak door de helft. Dan doe ik hem door drieën. Om reepjes te maken. Voor de marinade gebruik ik helft ketchup manies en de helft appelstroop. Dit is dan appelperenstroop, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt voor de dressing. Hoop ik. Oké, okay, 2 eetlepels. Hier 2 eetlepels van. En nog een beetje water. Tempeh erin.
Nou, voilà. Dit laten we dan even 10 minuutjes staan. Zodat het een beetje kan intrekken. En dan ga ik het bakken. Oké, wat ik ga doen is ik ga gewoon alle tempeh bakken. En als die redelijk gaar is, dan haal ik de helft eruit. Want ik ga nu natuurlijk niet zo'n heel bak eten. En dan als de helft eruit is, dan ga ik gewoon de groenten en zo erbij doen voor het verdere gerecht. Voor één portie. Oké, even taste test tussendoor. Het is echt heel anders dan wat ik normaal maak. Ik weet nou niet of de rest van mijn gerecht, wat ik erbij had bedacht, er goed bij past. Change of plans! What? Ik heb besloten dat de tempeh een succes was, maar niet voor dit gerecht. Dus ik ga in plaats van de tempeh vegan spekjes gebruiken. Want dat past gewoon beter bij de champignons en de linzen en de walnoten en de spinazie. En de tempeh, ja, dat ga ik gebruiken voor een ander gerecht morgen. Ik bedenk wat ik daarbij ga maken. Het is wel echt heel lekker, maar er moet wel echt iets van noedels of zo bij. Of in een rijstgerecht met ja, zoiets. Voilà. En een Nederlandse film voor research. Ik bedacht me dat ik inmiddels best wel een vaag verhaal heb verteld over mijn opleiding, maar nooit echt de basis of zo. Dus bij deze. Het is dus een opleiding specifiek om filmacteur te worden. En hij duurt in principe 3 jaar. Ik heb niet echt een idee wat ik ermee wil. Ik wil heel graag acteren. Maar ja, ik laat het ook wel gewoon gebeuren ofzo. Het idee is nu dat we gewoon zoveel mogelijk ervaring op moeten doen. Wacht even. Door gewoon op heel veel castings te reageren. En van studentenfilms en van alles en nog wat. Om een portfolio op te bouwen, zodat we ook bij de grotere castingbureaus ons kunnen inschrijven. En dat is een heel leuk proces. Ik vind het altijd heel leuk om nieuwe dingen te leren. Dat weten jullie inmiddels wel uit mijn video's. Dus ja, wellicht zie je me ooit ergens op het witte doek. Voor nu vind ik de opleiding gewoon heel leuk. En ik vind het vooral dus heel leuk dat het echt specifiek filmacteren is. Want ik ben niet zo van de musicals en theater en toneel en zo. En ja, ik hou van de camera. Dus vandaar ook specifiek deze opleiding en I love it. Ik weet niet of het nu inmiddels wel een duidelijker verhaal is geworden. Laat het anders weten in de comments en dan beantwoord ik nog vragen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en slaap lekker. Tot morgen! Cat mom life.